Waar doet dit schilderij je aan denken? Nou, mijn eerste indruk over het schilderij is dat het heel futuristisch is. En dat het nog steeds best wel toepasselijk is naar hoe het er nu uitziet. Want dit is de impressie van de schilders eigen zich van het gebouw. Want het is een echt gebouw in Shanghai. Dus, en dit is een eigen artistieke impressie dat nog eigenlijk steeds relevant is. Dus dat vond ik wel heel interessant. Wat voor gevoel krijg je bij dit schilderij? Nou, ik ben eigenlijk wel gewoon heel erg onder de indruk en echt gewoon heel benieuwd naar wat in het hoofd omging van de schilder op het moment dat ze dit had geschilderd. Want het is echt heel artistiek voor zijn tijd. En er zijn heel veel vrijblijvende lijnen. Dus dan is het echt heel veel expressie van je eigen gevoel en hoe je zelf bent als mens. Is er echt in verwerkt. En dat vond ik wel heel bijzonder, want in China dat is een heel erg soort, hoe zeg ik dat, gesloten land. En om dan zo artistiek vrij te kunnen zijn, dat is wel echt een gave, zeg maar. Kun je omschrijven wat je denkt te zien op een schilderij? Nou, een soort. Ik word heel erg geïnspireerd door dit schilderij. Want het is omdat haar blik op de toekomst was en nog steeds heel actueel is. Dat zegt al veel over wat je kan inbeelden over de toekomst. En dat het toch een soort van waarheid heeft. Dat je toch een beetje kan inschatten over hoe het leven gaat, zeg maar. Dat vind ik heel mooi. Wat vind je het mooiste van deze tentoonstelling? Het mooiste van de tentoonstelling is hoe haar eigen visie overal in terugkomt. In elk schilderij zit er wel een stukje in hoe zij zich voelde op dat moment. En wat haar expressie was op dat moment. Want het is vooral een blik op de toekomst, over hoe zij dacht dat het zou zijn later in de toekomst. En het is nog steeds heel actueel. Dus het is echt over hoe zij zich inbeelde dat het zou worden. En dat vond ik heel bijzonder. Waarom moeten andere mensen deze tentoonstelling zien? Nou, voor mij was het vooral omdat ik zit veel thuis, zeg maar, want mijn ouders nemen nooit mee naar het buitenland. En om een expressie te zien vanuit dit schilderij van een ander land, dat brengt me toch wel een stukje dichter bij de rest van de wereld. Waarom moeten mensen naar de fundatie komen? Nou, voor mij was het gewoon dat ik echt heel veel inspiratie hierop deed. En de fundatie is echt de perfecte plek om gewoon artistiek vrij te kunnen zijn. En ik hoop dat het voor andere mensen ook zo is.